De laatste Cubaanse artsen die op verschillende RGD-polyklinieken in het land hebben gewerkt, zijn vanmorgen vertrokken naar Cuba. Het gaat om 32 artsen die iets langer dan 2 jaar hebben gewerkt in Suriname en nu met een Cubaans vliegtuig zijn vertrokken naar huis. Verslaggeefster Sifra Goudland was op locatie en maakte de volgende reportage. Kijkers, goeiedag. Zoals u ziet achter mij, ik ben op Sandré en wij staan bij de vertrekhal van de Johan Adolf Bengel Luchthaven, waar alle Cubaanse artsen die in Suriname vertoefden op vertrek staan. De regering heeft besloten dat zij weer terug mogen gaan naar hun land en wij gaan even uitkijken en ook uitzoeken met wie wij een gesprek kunnen aanknopen om hun te vragen over hun periode en hun ervaringen in Suriname. De artsen Gustavo Perez Martinez spreekt San Antonio omdat hij op Stoelmans Eiland werkte. Miguel Antonio Fuyana Diaz werkte in 3 districten, net als Mario González. De artsen gaven elk aan dat zij heel dankbaar zijn voor de ervaring die zij hebben opgedaan. In binnenland, Miu Roko, Macandra, de sister in de poli, de kapitaan. In de Alapresi Estumanseila. De familie Uroko Nangami, Ndatra, Taki, modificatie de probleem. Fu, de patiënt, Drindresi, en. Libby Moro. Ik ben hier voor 2 jaar en 3 maanden. Ik heb gewerkt in de 3 poli. Poli Corazon, en de poli Alekmar en poli Onverwacht. Maar ik heb gewerkt ook in de Wanica ziekenhuis voor 3 maanden met de COVID-patiënten. Mijn ervaring daar was wat heel goed in de 3 poli en ook in de Wanica ziekenhuis. In de Wanica ziekenhuis was een nieuwe ervaring, maar het was, heel belangrijk voor mij daar werken. Met de andere dokter en heb geleerd veel van dat voor de dokters dat werken daar in de Wanica ziekenhuis. En voor mij was heel goed. The experience is very grateful because I learned so many things about the culture for Suriname and the patients for Suriname and the government from Suriname and the many things about the Binnenland people and the capital people, and this is very nice to the experience. And also it's very comfortable to see our job is helping to much people. Here in Paramaribo, and then also in the Binnenland is too very comfortable for us to see some patient to receive attention, medical attention for the first time, because there is not possible. There is, Suriname don't have a possibility to put the doctors in the Binnenland, and then our doctors go to work in there. De artsen zien dit vertrek niet als een vaarwel, maar als een vakantie die zij niet hebben gehad in 2 jaar en 3 maanden. Volgens Edwin Noordzee, coördinator Cubaanse artsenmissie, verstreek de overeenkomst tussen Suriname en Cuba reeds in juni. Noordzee zegt dat de mogelijkheid wordt bekeken als de missie wordt hervat. Ook de betalingen aan de Cubaanse overheid moeten nog geschieden. De Cubaanse ambassadeur in Suriname, Igor Ascui, geeft aan dat de regering van Suriname bepaalt als de artsen terugkeren of niet. Maar er zijn ook andere dingen zoals de betaling aan de overheid van Cuba zelf. Dat loopt achter. Er zijn wel heel wat inspanningen op dit moment van de vicepresident, de minister van Volksgezondheid, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Financiën. Laat me zeggen, als terugkeer zal afhangen van indien deze actie, deze inspanning, vertaald kan worden in een concrete actie. Anders is dit het einde van de missie, voor tijdelijk. It depends of the Surinamese part, because the contract expired in last June. We have been a little more time here,
but we return for vacation if the Surinamese part sign a lot of other contract, we return. Kijkers, and that was it for the missie van de Cubaanse artsen die in Suriname waren. Zoals je op mijn achtergrond ziet, zijn ze aan het instappen of instijgen voor het wederzien van hun eigen familie. In totaal waren er meer dan 100 Cubaanse artsen die middels de overeenkomst in Suriname hebben gezeten.